Dat is ook een deel van mijn vak, presenteren. Ja. Dit doe ik op de golfclub. Maar dit doe ik dus natuurlijk ook weer, zeg maar, hoe noemen ze dat maar, onbezolderd. Kost weinig, hè? Ja, begrijp je natuurlijk wel. Doe ik voor een vriend van mij, die is 65 geworden, Luidhoorn, hij is topgozer. Hier op de golfbaan met exclusieve mensen zijn natuurlijk ook een beetje mijn stemmers. Het zijn natuurlijk de mensen die maar één ding willen. En dat is Van Dijk als nachtburgemeester, maar ja. Nachtburgemeester van Groningen. Ja, nee, natuurlijk niet alleen vanwege mijn gekleurde schoenen. Ja, hè? Fantastisch. Maar vooral ook vanwege mijn affiniteit, mijn binding met de Big City. Jij hoorde dat ik zeg Big City in plaats van Groningen. Ik heb Groningen ooit omgedoopt tot de enige echte Big City. Dus niet Amsterdam, maar Groningen. Ja. En ik heb er zelfs een lied over gemaakt. Echt? Big City. Big City. En die stond op 10 mei 2008 op 1 Henk in de Noord 19. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch verhaal, Piet, maar nog steeds heb ik geen antwoord. 20.000 verkocht. Waarom wil jij dan de nachtburgemeester worden? Want overdag denk ik dat je helemaal fantastisch bent, maar ik zie je nooit 's nachts. Nee, eigenlijk niet. Ik maar op zoek in de kroeg, maar waar is Piet van Dijk? Nou ben ik natuurlijk ook, wat de kandidaat betreft, de oudste. Hè, met alle respect voor iedereen. Maar dat kan ook in je voordeel werken natuurlijk. Ja, maar mijn wijsheid, ervaring. Precies. En ik heb natuurlijk dosis ervaring opgedaan in de jaren 70 vooral. Van 70 tot 80, 10 jaar disjockey geweest. Maar Piet, hier. Toen was ik min 10. Ja, dat is 30 jaar geleden. Dus wat heb ik aan jou als nachtburgemeester? Ja. Leg me dat eens uit. Ja, wat heb jij aan mij? Ja, een aparte type zie je, Paul, hè? Hij droomt je waar ik onderaan. Is Groningen stad en omland. Hij droomt je waar in onderaan. Is stad en omland. Je hebt 5 standpunten doorgegeven, heb ik gelezen. Oh, jij is het zo? Jazeker. Ik ben ze alweer vergeten trouwens. Ja, misschien is dat niet een heel goed teken. Ik ben echt benieuwd, Piet. Leg me nou eens uit. Veilige binnenstad natuurlijk. Ja, en hoe ga je dat doen? Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen, maar dat ga ik in overleg doen. Met onder meer natuurlijk het college. Onder meer met de echte burgemeester. Die het zou toejuichen als hij naast die ketting die hij draagt, de ketting van mij zou zien. Dat weet ik zeker. Om even terug te komen op al mijn dagelijkse beslommering. Nou, iedereen kent natuurlijk hier de straat helemaal. Dat doe ik dan nog voor oog. Ook voor heel weinig, maar dat is natuurlijk mijn oude liefde. Ik ben 16 uur in dienst bij RTW Noord, maak televisie. En ik maak natuurlijk ook radio. En dat is natuurlijk ook ongelooflijk. Elke werkdag om 12:15 de straat. Dus niet Heerstraat helemaal, maar de straat. Elke middag met het volk op straat, live over een actueel onderwerp. Blijf spannend, want je weet nooit wie je de volk krijgt. Hoe weet jij wat er bijvoorbeeld op dit moment gebeurt in het nachtleven van Groningen, wat er speelt? Ben je actief op Facebook? Op Twitter bijvoorbeeld? Twitter wel natuurlijk. Ja? Ja, heel erg. Heel erg. Daar kijken heel veel reacties op. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen van, dat vind ik ook wel mooi trouwens. Ach Piet, als jij een kandidaat stelt is al genoeg. Je hoeft helemaal geen campagne te voeren. Je bent er al als mensen horen dat jij je kandidaat hebt gesteld. Dat vind ik wel heel erg overdreven. Ja, ik ook. Ik heb gezegd van, dat doe ik niet. Want ik wil wel, net als iedereen, gewoon campagne voeren. En de mensen laten Wacht, Piet. Dus jij gaat ervan uit dat je het al wordt. Nee, dat zeggen andere mensen, ik niet. Radio is er vaak, televisie is er vaak, maar presenteren is natuurlijk helemaal niet vaak. Ik ga hier staan en ik doe mijn ding, maar nooit als verplicht nummer. Ik geef me altijd volledig, altijd voor de volle 100%. Dus dat is naast het radio- en televisiewerk en het schrijven natuurlijk ook van columns, want dat doe ik ook nog steeds. Nu samen met mijn dochter om de week. Echt geweldig in de weekkrant van Groningen. Maar goed, ik wil nu nog steeds weten wat jou dan onderscheidt van die andere behalve leeftijd. Veel sfeervol.
Veel meer sfeer in de binnenstad. Ja? Veel meer. Zo, en hoe ga je dat doen? Dat ga ik, we hebben het nou over de nacht, hè? Ja, ja, ja. Maar ik heb altijd al gezegd, overdag ook. De Grote Markt is ook een van mijn ja, dat las ik. Dat de Grote Markt mooier moet. Maar ja, wat is er mis mee dan? Ja, dat moet gewoon een beetje in de Italiaanse sfeer. Met palmen en met fonteinen. En ook voor de nachten, zodat mensen daar gewoon, als ze op een bepaald moment even uit dat sfeertje van de peperpoelen en noem het allemaal maar op willen. Maar wat nou als ik daarin wil zitten? Want ik ga op stap, ja, en ik krijg te maken met discriminatie, met onveiligheid, ja, dat soort zaken. Kijk, allemaal, als jij het wordt, dag burgemeester. Ja. Wat, ja, wat ga zei je nou, dag burgemeester? Nacht burgemeester. Oh, nacht, ja. Nou, dat wat jij nou net zegt, zo die veiligheid en die discriminatie en alles. Tuurlijk staat dat ook in mijn plan. Ja? Ja. Burgemeester is ook op pad, zo in Elk en IJsselberg. Ook straks is er altijd bad. Die spiegel in de peperstroot is zijn dronken als de moord. Ome Jan werd wel weer hard, zie van Mos en Zol op pad. Winkels hebben weer goed verkoop, maar ome Jan is van de koop. Als de keer ligt laat op gat, het is weer koop zo dat in staat. Waar ga jij zelf heen s'nachts? Waar kan ik jou vinden? Oh, dat is een moeilijke vraag, ik denk ik zal het bestellen. Goh. Beste kijkers. Ik wil je heel vooral graag in bed. Ja, het is voor mij weer terug naar af. Dus ja, maar ik moet eerlijk antwoorden, hè? Ja, ja, ik ben, ja, heel weinig in de nacht nog in de Big City. Maar hoe ga jij dan dat aanvoelen? Hoe omschakeling aan. Omschakeling. Dus je gaat altijd een tukje middags. Ja, ja, siesta. Altijd. En als nodig is. Ik heb een idee. Waarom zetten we op de Grote Markt overdag niet een soort siesta lounge idee? Doe jij je middagdutje en dan kun je s'nachts En dan kunnen mensen toch bij mij terecht. Ja, ja, dat is een heel goed idee. Ja. Ik bedoel, uit 65 en dat dan zeg maar gecombineerd met het nachtburgemeesterschap. Wat ik van Peter Rebing nog krijg vanaf 7 november. Ik moet wel 8 mensen nog verslaan. Die zijn allemaal veel jonger dan ik. Maar ja, Ben de Hoeksum zei ook van de krant: als jij inschrijft, dan ben je het ook al. Dus daar ga ik er maar vanuit. Ik denk dat ik ook zonder die 1 of 2 dutjes het vak niet kan uitoefenen. Ik denk als ik er voor de volle 100% vol wil gaan, mm-hmm, en ik wil mijn standpunten waarmaken, dan heb ik dat tukje nodig. Maar dat is toch prima? Ja. Een man op jouw leeftijd mag prima een siesta doen. Zoals jij dat zegt. Ja, dat is toch zo? Geweldig, heel. Nee, machtig man. Ja. En goed, Piet, super bedankt voor dit interview. Zijn we er alweer? Ja. Hoe vond je het om te doen? Ja, leuk. Ja. Tuurlijk. Echt ongelooflijk. Nou, ja. Ik vond het ook machtig. Liever aan de andere kant, zoals iedereen gezien heb. Want ik was op dit moment, bepaal ik het niet, maar bepaalde Anne het. Dat is ook wel leuk. Die heeft het met verven gedaan. Jij moet maar de keuzevraag stellen, hè, het eind. Oh, dat doe je niet? Ik kijk nooit Herenstraat helemaal. Jij die kant op. Oh. Ik deze kant. Anne, bedankt, hè. Dank je. You know it, you love it, you want it, you got it. You know it, you love it, you got it. Het is zaterdagmiddag, heerlijk weer. Wij zijn aan de Duikerkerstraat bij de alternatieve kunstexpositie van de Art Garage. Wow, wat een groot pand is dit. U exposeert hier? Ja. Ik fotografeer en schilder. Schilderijen zijn eigenlijk altijd gemaakt op foto's die ik eerst heb gemaakt. En dan abstraheer ik die wat verder, zodat het schilderijen worden. En vaak is het niet één onderwerp, maar één onderwerp, meerdere foto's die dan samen één geheel gaan vormen. Daarom heb ik ook hier een paar van die serie 1 foto en dan een serie van 2 en een serie van 3. Ik hang ook die rechter wel eens gedraaid. Ik vind ze ook bij elkaar horen. Ik zou het heel erg vinden als iemand er maar één zou kopen. Ja. Maar heeft u er ook één over? Ja, en wat moet ik daarmee? Want dat is dan niks meer. Dus dat is inderdaad, heel af en toe heb ik ook inderdaad bij een expositie wel eens gezegd van nou, oké, die gaan alleen, ik bedoel, die zijn niet per één te koop. Gewoon punt. Hier kopen ze alle 2 of alle 3 of je doet het niet. Klaar. Ja. Heel simpel. Kun je me iets vertellen over dit project? Ja, het is georganiseerd door de Kunstbank. En dat is een initiatief dat kunstenaars een ruimte hebben waar ze geen hanggeld hoeven te betalen. Dus voor jonge opkomende kunstenaars die hun werk graag willen tonen aan de mens. En het is eigenlijk voor alle gelaagdheden in de bevolking. Dus jij hebt 3 foto's hier opgehangen. Ja. Tweedejaars student hoor ik. Ja, klopt. Aardig ambitieus
bedoel ik? Het is een mooie kans om voor de eerste iets te exposeren. En ik denk, ja, waarom niet? Je hebt niks te verliezen. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus... Ja, waarom niet? De plekken die ik heb gefotografeerd zijn eigenlijk plekken die je in het dagelijks leven heel erg vaak tegenkomt. Maar doordat je, daar wordt naar mijn idee gewoon heel langs gelopen en niet heel veel waarde aan gehecht. En ik probeer juist die hele doodgewone plekken op een hele simpele manier vast te leggen. En waarbij het ook heel erg belangrijk is dat er gewoon heel veel dingen niet aanwezig zijn op de foto's. Belangrijk dat je geen mensen op de foto's die ontbreken bijvoorbeeld. Je ziet geen dieren, je ziet geen auto's, je ziet... In wezen zie je eigenlijk niet zoveel. En dat maakt het voor mij ook wel weer interessant. Door juist ook de dingen die niet aanwezig zijn. Je exposeert hier natuurlijk met een aantal andere kunstenaars. Wat leer jij hiervan? Ik heb geen idee. Nee, ik leer hier wellicht wel wat van. Het is natuurlijk voor mij de allereerste keer. Dus je bent bezig met hoe print je iets uit? Hoe hang je het op? Zoals ik al zei, hecht ik heel erg veel waarde aan mijn werk. Dus ik wil ook dat het goed er hangt. Dus je bent bezig met het uitprinten ervan. Hoe presenteer ik het? Ik had het in een lijst te kunnen doen. Ik had het kunnen beamen. Er zijn heel veel manieren om je werk te presenteren. Dus daar moet je over nadenken. Dat is iets wat je op deze manier leert. Jullie verkopen hier lumpia's. Ja, dat schijnt wel zo te zijn. Kun je me iets vertellen over het pand? Er wonen hier 8 mensen. Die wonen meestal in de oude kantoren en aan deze kant. En achter zijn allemaal werkruimtes waar kunstenaars aan het werk zijn. Maar wat was dit voordat jullie hier in kwamen? Dit was jarenlang leeg. En alleen het kantoor was verhuurd. En daarvoor was het een vrachtwagenonderdelen groothandel. We gaan even kijken wat er nog meer gebeurt in het pand, behalve expositie en lumpia's bakken. Hi. Hi. Dit is jouw werkplaats. Klopt. Kun je me vertellen wat je allemaal aan het doen bent hier? Ja, ik kan er niet veel over vertellen eigenlijk. Maar ik zie je toch duidelijk wat op de... En ik denk ook wel dat ik het dat ik heb gezien boven bij de expositie het resultaat van de videobanden. En een videoband is heel specifiek. Iedereen kent dit en weet waar het voor is. En dan ben ik juist geïnteresseerd, wat kan ik er nou mee waardoor je helemaal afkomt van waar het voor is. Oké, en kun je me vertellen wat dit precies wordt? Hetzelfde als met de videobanden ben ik op zoek naar... Ja, wat kan ik hiermee doen, zodat het niet communiceert als wat je gewend bent, zoals een TL-buis. Maar wat voor eigenschappen heeft het materiaal, waardoor je die eigenschappen op een andere manier kan inzetten, waardoor het iets, ja, een beeldend iets wordt. En hier heb jij het voorbeeld van wat je uiteindelijk wil gaan maken? Ja, dit zijn 2 opties. En ja, wat interessant is, vind ik, is als je het materiaal in zijn hoedanigheid wil toepassen zonder er wat aan te doen, kun je maar een paar richtingen op. Anders kom je overlapping tegen. Dus ja, dat is een handicap die ik tegenkom. Net als met de videobanden of met wat voor materiaal waar ik ook mee werk. Je komt, omdat het de vorm heeft die het heeft, kom je een handicap tegen. Het is zoals het is. En daar kun je wat aan doen door er wat af te snijden, wat af te zagen. Maar dat is dus nou net een regel die ik heb, dat doe ik niet. En met die middelen probeer ik te kijken wat kan er. Hi. Een opvallende verschijning met opvallend werk. Ja, dankjewel, hè. Kun je me iets vertellen over je werk? Ja, nou, ik maak mijn werk eigenlijk naar de hand van dingen die me opvallen. Bijvoorbeeld een haan. Als ik langs de kinderboerderij loop, dan valt dat me vooral op eigenlijk. En dat kinderen voor een kip niet bang zijn, maar voor een haan dan wel. En altijd even daarnaar kijken. En zo'n geel oog dat je aankijkt. En dat heb ik op mijn eigen manier eigenlijk tot stand gebracht dan. Ja. En waarom kies je ervoor om te exposeren op een plek als deze? Ik vind deze plek... Nou, wel lekker vrij eigenlijk. Ze zeiden, ja, neem je eigen lampen maar mee en we hebben ruimte genoeg, hang je werk maar op en off we go.
In plaats van een steriele witte ruimte waar mensen met allerlei designbrilletjes er zo naar gaan kijken en het bekritiseren. Terwijl ze, ik vind die wat vrijer of zo. De Art Garage is best afgelegen. Ja, klopt. Gaat dit veranderen binnenkort of houden we dat zo? Ik zou wel graag willen dat het verandert, maar je vindt niet zo'n grote locatie in Hartje Centrum. Je hebt natuurlijk de kunstbank, maar dat is niet zo groot. Hoi! Hoi! En ja, er zal ongetwijfeld weer een ander pand komen. Want dat is wel mooi van deze tijd, anti-leegstand, dat je toch die panden kunt gebruiken voor dit soort startende, ondernemende mensen. Ja. En hoe wordt dit gefinancierd? Dit is eigenlijk, met elkaar hebben we het georganiseerd, dus dan leggen we met elkaar geld in en dan krijgen we dat weer terug aan het verkoop van drankjes en kiezen. Er is ook een jongen die maakt allemaal lekkere dingen. En zo breien we dat een beetje aan elkaar, alle eindjes. Dit is de tweede keer dat het wordt georganiseerd en het bevalt heel goed. We krijgen heel veel goede reacties en we willen het heel graag voortzetten. Ondanks en dankzij het lekkere weer heb ik een heerlijke middag gehad hier bij de Art Garage. Het is heel laagdrempelig en ik denk een supergoede aanvulling op datgene wat er al bestaat in de Groningse kunstwereld. Tot volgende week.